is die vrije schop genomen. In eerste instantie dan nog gestopt door Soeterbier. Maar die stopt die bal niet naar de zijkanten, maar weer recht in de voeten van Kalusha. En die pakt dat cadeautje lekker mee. Popescu van de Graaf. Die geeft die bal diep. Sparta krijgt die bal niet goed weg. Van der Graaf krijgt die bal weer terug van Koeman. En dan maar die lange bal op Romario. Ja, geeft een hengst van Romario. En dan gaat hij erin, Kalusha. Dat is een heel goed werk van Romario. En goed 20 minuten gespeeld en nu al een tweede voorsprong. Voor PSV is Romario die dat goed doorzet. Die heel hard werkt, moet nog ook eens een keer gezegd worden. En door al dat gerommel komt die bal dan voor de voeten van Kalusha. Die scoort koeltjes. Vijf minuten nog. Kalusha, Romario. En de kans voor Kalusha met de tegensporen. Maar het is slechts voor de statistieken zoals dat heet. Kijk uit! Koeman, draait van het doel af, daar is Kieft. Dat is Ingersson, dat is Kalusha. En daar is 1-0 voor PSV. En dat zat er de hele tweede helft al in. Uitgerekend Kalusha Bwalya uit Zambia. De man die 3 minuten geleden inviel. Hij brengt PSV verdiend op voorsprong. In zijn eerste wedstrijd voor PSV. Verhagen speelt al een tijdje. Van Ankeren geen buitenspel, want Roes stond er nog in het midden. Zo, Kalusha 0-2. Goed werk ook natuurlijk van Ankeren, die zijn snelheid optimaal gebruikt. In het midden stond Roes nog. Dus was Van Ankeren geen buitenspel. Legt die bal goed terug en Kalusha tikt binnen. Na 12 minuten 0-2. En dat is een dikke verrassing. Dit is Roberto Verhagen. En dan wordt het Faber. Moeizaam. Te moeilijk. Lemty. Kalusha goed teruggespeeld. Nou, schot van afstand zou je dan zeggen. Niet te lang mee wachten. En die gaat erin. Die gaat erin. De man die scoort is Kalusha. Omdat de man de rood met die man op die man de controle kon krijgen. Hier is Newman met dat schot van afstand. En dan in de rebound scoren. Even voorsprong voor PSV. Koeman. Mooi meegeven, Hoekstra. Het playfair voor Lemty en Kalusha. En met Kalusha kun je vanavond wat combinaties aangaan. En die heeft de techniek vandaag. Kijk eens eventjes. Kalusha, oh wat is dit beerst. Kalusha. Dit is een mooie goal. Goed aannemen. Langs Roots, moeilijk hoek, tot beheer scoren. Klasse.